Hi iedereen, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb weer een filmpje voor jullie, want ik ben 28 mei jarig geweest en heb een aantal leuke verjaardagscadeautjes gekregen. En ik heb wat andere leuke dingetjes wil ik toch even laten zien. Nou, ik begin maar met de verjaardagscadeautjes. Nou, ik heb natuurlijk een aantal kaartjes gekregen. Echt ook hele leuke kaartjes, zelfgemaakte kaartjes, gekochte kaartjes, nou noem maar op. Ik heb voornamelijk om geld gevraagd. Ik vind het, ik vind cadeautjes krijgen heel erg leuk, maar... als je geld krijgt, dan kan je het gewoon zelf besteden aan wat je wil. En kan je misschien sparen en dergelijke. Nou, sparen ben ik niet goed in, dus dat is sowieso bij mij het geval. Nou, ik heb dus van mijn schoonouders heb ik dus geld gekregen. En heb ik een heel leuk lantaarnetje erbij gekregen. Als zijn om leuk om buiten te hangen in de zomer. En er kan dus een vaccinelichtje in. En ik vond hem wel heel erg schattig. En dit is trouwens echt van stof. Je hebt ook van zulke lampionnetjes die dan van karton of een soort... plastic zijn, maar dit is echt een soort cartoonen stofje. Heel leuk. Ik heb van mijn vriend, zijn broertje en zijn vriendin heb ik een mini doofsetje gekregen en een heel leuk hartje. En dit is een Go Fresh. En er zit een mini shower gel en een mini deo in. Heel erg makkelijk als ik binnenkort op vakantie ga. En ik heb er een roze scrub handschoen bij. En dat vind ik wel heel erg leuk, want ik had nog geen scrub handschoen. Dus dat vind ik wel lekker om een keer te scrubben en dergelijke. Van mijn ouders, die hadden 's ochtends op mijn site gezien. Mijn moeder leest ook mijn blog. Die had gezien dat ik een plaatje had geplaatst. Ik zal hem even hier plaatsen. Nou, dat plaatje wat je ziet... Daar zie je gewoon heel veel roze cadeautjes op. En al die roze cadeautjes... Nou, ik hou al van heel veel cadeautjes. En helemaal als ze roze zijn. Maar goed, mijn ouders kwamen dus. En hadden een heel leuk tasje bij zich. En er zaten gewoon serieus waar... Nou, hoeveel zal het zijn? Ik denk wel 15, 12, zoiets. Allemaal roze kleine cadeautjes in. Want mijn moeder had 's ochtends mijn site gelezen. En die zag dus dat ik roze cadeautjes, veel roze cadeautjes wou. Dus mijn moeder is 's ochtends nog heel snel alles aan inpakken gegaan. Super leuk natuurlijk. Ik wist al een beetje wat ik ging krijgen. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Ook heb ik een tasje gekregen. Dat wist ik niet. Heel leuk soort. Ja, het is geen Hello Kitty. Maar het is, ja, doet er wel een beetje aan denken natuurlijk. En wat zit erin? Het is een Lucky Charm Kitty. Zoals ze het noemen. Hij blijft niet zo op mijn hand staan, maar zo ziet hij eruit. En mijn moeder heeft deze voor mij gekocht omdat hij een cupcake in zijn handen heeft. Of in haar handen, ik weet niet. Ja, het is een haar, het is een meisje. Het heeft wimpers. Maar super leuk dus. En die vind ik erg leuk als Lucky Charm. En ik heb van mijn ouders dus, kon kiezen of ik, kon geld krijgen of make-up van Essence Meet Me at Holographic collectie. Nou ja... Komt op hetzelfde neer. Dus ik heb de Essence collectie dus gekregen van mijn ouders. Allemaal per stuk had ze verpakt. Ja, ik heb helaas geen foto's van gemaakt, sorry. Maar mijn moeder had in Duitsland lag de collectie er al en heeft ze dus deze gekocht. Het zijn drie nagellakken. En ik wil de andere twee ook nog even in Nederland kopen. Het is helaas geen holografisch lak. Het is meer duochroom. Maar ik vind het wel een hele leuke collectie. Een hele mooie collectie. En de twee eyeliners die erbij horen. Een echt donkerblauwe en een witte. En die geeft wel echt een heel cool effect. Drie lipglossen. Lipglosses. En die zijn ook wel erg cool. Ook niet echt holografisch. Maar die hebben wel een soort ja, hele aparte glittertjes erin. Dus wel heel cool. En als laatste de drie eye creams. Eyeshadow creams. En ja, je kan de kleur niet echt heel goed zien volgens mij. Het is dus een beetje een roze paarsige. Een beetje een witte. Maar als je deze opdoet, wordt hij echt roze. En dit is een beetje een blauw ja, paarsige. Het is echt hele coole kleuren. Ik heb eigenlijk bijna de hele collectie nou op de twee nagellakken na. Die waren in Duitsland, waren ze er niet meer. En ik mis de body oil. Maar ja, daar heb ik niet voor mee aan het arm. Maar daar heb ik helemaal niks mee. Nou, dan heb ik van mijn opa en oma heb ik ook geld gekregen. Maar heb ik als cadeautje erbij... Heb ik een, ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, een bakplaatje gekregen waar mini cupcakes of muffins of iets dergelijks in kunnen gemaakt worden. Echt super leuk. Want wij hadden ze gezien in de winkel en toen zei ik al van, oh die wil ik kopen. En toen zei mijn moeder van, oh joh, die heb ik wel.
Alleen heeft mijn oma toch voor mij gekocht. Want mijn oma zelf van, ja, weet je, dan zeg je tegen elkaar van, oh, die heb ik wel, die kan je wel gebruiken. Maar dan achteraf vergeet je het weer en dan komt het niet van. En ik heb deze pen gekregen. Nou, dat is meer een beetje een grapje, want mijn oma had echt deze hele coole roze pen. Ik vond hem wel heel gaaf. Dus de moeder, oma zei, nee, die kan je niet krijgen. En nou heb ik hem toch gekregen. En ik heb nog iets heel anders leuks gekregen. Een lezeres van mijn site, die stuurde mij een berichtje. Michelle heet ze. Dat ze een cadeautje naar me toe wil sturen voor mijn verjaardag. Nou, superleuk. Ik heb nog nooit meegemaakt eigenlijk dat een voor mij onbekend iemand mij een cadeautje wou toesturen. Dus ik vond het super leuk natuurlijk. En ik kreeg een heel leuk envelopje met daarop een briefje met tekst erop. Nou, ik ga het niet voorlezen. Nou goed, wat zit er allemaal in? Echt heel schattig. Heel leuk. Er zit een Essence Click & Color Nail Polish Pen. Er zitten twee potjes in. En nou weet ik niet zeker of het nou lipgloss of oogschaduw is. Maar ik denk lipgloss. Het ziet zo uit. Dus ik wil er nog even navragen wat het is. Maar ik vind het wel heel super lief. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. En er zat een setje oorbellen in. Heel klein. Echt heel leuk. En er zat een setje van een ring. Doe het even zo. En een armbandje bij. Even zo kan zien, even snel. Ook heel erg leuk. En als laatste een Essence U-Rock lipsteen. En vind ik ook wel heel tof, want die had ik niet. En ik vind ze wel heel erg leuk. Dat waren eigenlijk mijn verjaardagscadeautjes wat ik gekregen heb. Dan heb ik ook een ander pakketje binnengekregen. Ik krijg regelmatig steeds vaker pakketjes binnen. Maar dit is toch wel een pakketje waar ik echt heel erg blij mee ben. En het is namelijk zo, ik heb visitekaartjes laten maken. Er was toen een tijd een wedstrijd bij mij op de site. En uiteindelijk heeft Noelle gewonnen en die heeft mijn visitekaartje ontworpen. En nou goed, ik kreeg dus gisteren kreeg ik dus het pakketje binnen. En ik ben er mega blij mee. Want dit zijn dus mijn visitekaartjes. Kijk, ik zal het even zo doen. Dit is mijn visitekaartje. Ik ben echt heel blij mee. Ik vind hem super mooi. Ik zal even zo even mijn nummer afdekken. Maar hier waar mijn vinger nou voor zit, daar zitten mijn gegevens. Ik ga niet mijn mobielnummer en dergelijke zo op internet posten. Maar dat zijn dus mijn visitekaartjes. Er komt binnenkort nog een artikel over online. Of hij is al online gekomen, dat weet ik nog niet. Maar waarin ik iets meer vertel over het bedrijf waar het vandaan komt, visitekaartjes. En wat voor visitekaartjes ik gekozen heb en dergelijke. Dan ben ik ook nog... Even kijken, wat moet ik nog meer laten zien? Oh ja, dit is wel even leuk om te laten zien. Ik heb jullie laten zien dat ik naar Amsterdam ben geweest, naar Inglot. En ik ben ook naar een winkeltje geweest. Dat is een tasje van de make-up studio. Maar ik ben naar Backstage geweest in Amsterdam. Dat is een winkel waar je eigenlijk alles voor visagie en vooral theaterdingen en dat soort dingen kan krijgen. En dat was nog nooit geweest. Daar wou ik wel heel graag heen. En andere meiden wouden ook heen. En toen was ik daar en super leuk zag het daar eruit. Maar ik had eigenlijk niet echt het idee dat ik, oh, ik wil iets kopen. Totdat we bijna weggingen. En zoals je weet heb ik een tijd geleden veren gekocht via eBay. Alleen liep ik een beetje vast met het oorbellen maken. Want ik vond ze eigenlijk nog niet lang genoeg. Dus ik ben aan het zoeken geweest. Ik kon niks anders vinden dan lange veren. En wat vind ik nou ineens bij Backstage? Vind ik gewoon serieus waar hele lange veren en hele mooie dunne. En ik heb een beetje oranje-roodachtig, ja, bruin-roodachtige kleur meegenomen en twee pakjes zwart. En kijk, ze zien er zo uit. En eentje begint dus hier en die loopt helemaal dan tot hieronder. Dus dat is echt wel heel lang. Dus als je die aan je oren hebt, dan heb je hem echt wel tot over je schouder hangen. En dat is juist wat ik wou. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Er waren 2 euro per pakje trouwens. Die is heel duur. En ik heb nog wat anders in Amsterdam gekocht. Even uitpakken. Nou, als ik het zo laat zien, dan zal ongeveer de helft, zullen een paar mensen zeggen, oh, ik weet direct wat het is. En andere mensen zullen denken, wat is dat? Nou, wat is dit? Dit zijn bakjes. Ik zal ze even uithalen. En dit is in, in Japan en zo, waar de sushi gegeten wordt, is het dus echt heel erg hip om dit te doen. Dit zijn dus een soort vormpjes. Ik pak deze even. Dit is een beertje. En dit is een vormpje. Nou, wat is de deal? Je hoort hier een beetje sushi rijst in te doen, in het beervormpje. Dan pak je de dekseltjes waar echt het vormpje zit, en die druk je in
het rijst. Dan druk je hard, druk je hard. Haal je hem weer af en zit hier een soort gaatje in waar je uit kan drukken. En dan druk je zo het rijst zo naar beneden. En dan heb je gewoon een bolletje rijst als het ware in een beervormpje. En dan kan je versieren en dat is echt heel cool. Want ik heb wel eens een keer een Hello Kitty plaatje laten zien waar ze dat gedaan hebben. Ik zal even een plaatje plaatsen waar het gedaan is. En ik vond het zo cool. En dan heb ik dus drie, een beertje en twee verschillende soorten jongetjes zijn, poppetjes. Nou, in ieder geval, ik vond het echt super cool. En het was €4,50. Ik dacht, dat moet ik hebben. En dan als laatst, dat wordt natuurlijk heel veel. Ik ben naar de beurs geweest, de uiterlijke verzorgingsvakbeurs in Hardenberg, waar ben ik heen geweest? Hardenberg volgens mij. Oh, wat erg. Daar ging ik heen omdat ik model was voor suntanning. Ik ben ook een beetje bruiner nou, zoals jullie kunnen zien. Maar ik ging ook even de beurs snuffelen en ik heb een aantal dingetjes bij Golden Rose gekocht. En Golden Rose is toch echt wel een merk wat ik echt heel leuk vind. En het is goedkoop en helemaal op de beurs. Want ze waren ook al op de huishoudbeurs toen de tijd. En ik heb een paar leuke dingetjes gekocht. Ik heb waaronder dit gekocht. Dit is eigenlijk gewoon crackling polish, maar dan in het rood. Kijk, zo zit ik op de achterkant. Ik zal hem even snel eruit halen. Want OPI die kwam nu met de nieuwe crackling polish uit. Of shadow polish zoals ze dat noemen. En ook in een rode kleur. En die vond ik echt heel cool. Dus ik wou hem heel graag ook in rood proberen. En deze was nu €3. Dus ja, dat vind ik gewoon geen geld. Dus ik denk, ja, dan kan ik het een keer proberen. En ik heb drie andere nagellakjes gekocht. Waarvan sowieso eentje voor mijn moeder wordt als cadeautje. Want mijn moeder was al een lange tijd op zoek naar een roze holografisch lakje. Een mooi roze holografisch lakje. Maar ik heb deze drie gekocht. Het zijn drie holografische. Ik zal ze even zo draaien. Dan kan je de zijkant zien. En dit is een beetje een zwart holografisch. Dit is echt een roze holografisch. En dit is een beetje, ja, oud roze met zilver en grijs erdoor. Holografisch, echt heel cool. En die waren €1,60 per stuk. En dan als laatst heb ik twee geurtjes gekocht. Twee dezelfde. Heel schattig appeltje. Het heet ook Apple Roxanne. Of Roxanne, ik weet niet hoe je uitspreekt. Het is 18 ml parfum. Dat is niet veel. Het is eigenlijk een soort testetje. Maar het €2 per stuk, maar ze ruiken zo lekker. Ik pakte deze toevallig ook als eerste, want de kleur die sprak me gewoon heel erg aan. Ik hou echt van dit soort kleur roze. Een beetje, ja, of fuchsia roze is het eigenlijk echt. En deze ruikt zo lekker fruitig. En hij ruikt echt naar Escada geuren van de zomercollectie. Vind ik altijd zo lekker, zoals Ibiza Hippie, Island Kiss, Groovy Marine heb je volgens mij. En nou, dit jaar heb je ook weer eentje, iets met... Hubbubbubson, ik weet het niet meer, maar precies. Maar en deze ruikt zo lekker zoet en ruikt er zo lekker naar. Dus die heb ik twee van meegenomen. En eigenlijk heb ik spijt dat ik niet meer meegenomen heb, want ze waren maar €2 per stuk. En dat is volgens mij alles wat ik wil laten zien. Heel veel weer. Ik heb heel veel gekregen, een paar dingen gekocht. Maar goed, over sommige dingen, nou zoals sowieso de Essence Meet Me at Holographic collecties, komen natuurlijk sowieso... swatches en artikelen over. Visitekaartjes kon nog een artikel over. Of is al online gekomen. En ja, de graffiti. Ja, ze noemen het graffiti polish. Maar niet hard. Maar de holografische. De crackling polish. Daar zal ook sowieso een artikel over komen. En de rest dat zien we nog wel even. Dus weer heel veel beleefd. Oh, en natuurlijk heb ik ook geld van voor mijn verjaardag gekregen. Dat laat ik niet zien. Maar goed, ik heb een paar flappen gekregen. Heel leuk. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Thumbs up als je het leuk vindt, als je het vaker wil zien. En ik wens je nog een hele fijne dag toe. Doei!